ik ben hier bij het Frieske Geer. Ik spreek het volgens mij nu wel goed uit. Bijna, die er niet achter. Frieske Geer. Dit is Henk de Vries, directeur. En die gaat even vertellen over het schrijversarkje. Ja, in Nederland hebben we 12 natuurbeschermingsorganisaties voor elke provincie. En wij zijn die voor de provincie Friesland. En Frieske Geer betekent ook het Friese landschap. Dus op zich niet zo raar, hè, maar wij beschermen de natuur van Friesland. Maar ook het landschap en ook een stukje cultuurhistorie wat daarmee samenhangt. Dus wij gaan wel vanuit dat de natuur hier hoort bij de Frieske gemeenschap, de samenleving zoals we dat horen. En dan wordt het ineens veel breder. En dan heb je het ook over lokaal draagvlak, je hebt het over kunst, cultuur, lokale uitingen, et cetera. Dus naast de 20.000 hectare natuurgebied die we beschermen, proberen we ook lokale initiatieven te ondersteunen. Initiatieven. Dat is behoorlijk veel land. Dus dat is hartstikke veel land. Ja. Dat is, als je het in voetbalvelden uitdrukt, zeg maar, dat is zo'n 40.000 voetbalvelden. Hè? Dus ook altijd wel aardig vergelijken. Ja, en dan als je dan inzoomt naar het gebied, de Pet Gaat aan de Veenhoop, hè, zoals we dat al hebben. Pet Gaat aan de Veenhoop. De Veenhoop is een plaatsje wat daar in de buurt ligt. Dat heeft als historie dat daar veen gewonnen is. Daar zijn ook petgaten ontstaan. Na de veenwinning is dat blijven liggen. De andere gebieden zijn allemaal tot landbouwgrond aangemaakt, maar hier is het blijven liggen. En is het natuurgebied geworden. En dat is nu een mooie afwisseling van water en van waterplanten die daarin groeien, van oevers. Maar ook van de bomen, zeg maar, die op die legakkers, hè, dat zijn de stukken veen die zijn blijven zitten tussen de petgaten in. De lokale schrijver Rink van der Velde al heel snel in het notje. Ja. Hij was ook eigenaar van zo'n petgat. En die had daar een arkje in liggen, een drijvend huisje, zeg maar. En of hij daar veel boeken geschreven heeft, is niet helemaal bekend. Maar het was wel van hem. Hij trok zich daar wel terug. Ja. En waarschijnlijk was het ook meer om inspiratie op te doen voor zijn boeken. Ja. Want wat hij daar deed was natuurlijk vissen en jagen en in het veld zijn. Want het ligt ook helemaal echt in die veenhoop, hè? Het ligt in dat gebied, in een klein bosje. Je ziet het, als je het niet weet, zie je het niet. Ja. Het is in the middle of nowhere, om het zo maar te zeggen. Ja. Toen Rink van der Velde, het was dus onze buurman, want wij waren eigenaar van de rest van het natuurgebied. Toen hij aan het eind van zijn leven was, toen was duidelijk dat hij het petgat aan ons wilde nalaten. En ook het arkje. We hebben vervolgens met de mevrouw van der Velde afgesproken dat we daar ook een functie aan geven die in zijn wereld gedachtegoed ligt. Nou, heel bijzonder. Ja. We gaan denk ik afronden. Je kan volgens mij ook lid worden, toch? Neem ik aan. Dus het is zeker de moeite om een keer naar de website te surfen. Ja. En dankjewel.